Vanochtend kwam Unilever met haar omzetcijfers. Traditiegetrouw maken ze geen winstcijfers daarbij bekend. Maar we zagen wel dat de omzet nagenoeg gelijk was gebleven in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. En dat had met name te maken met het feit dat de omzet, dus eigenlijk de volumes, de verkopen, dat die lager waren dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Maar tegelijkertijd zie je wel dat Unilever goed in staat is om de prijs op te voeren. En daarmee per saldo toch een redelijk indrukwekkende onderliggende omzetgroei van 3,2% liet zien. En dat was hoger dan waar analisten gemiddeld genomen rekening mee hadden gehouden. Die gingen uit van zo'n 2,8-2,9%. Dus ja, de cijfers waren eigenlijk wel redelijk in lijn met wat vooraf verwacht was. Maar als je dan vervolgens kijkt naar hoe de reactie op de beurs is, Unilever staat op dit moment zo'n 2% lager, dan kan je dus eigenlijk concluderen dat tegenwoordig goed eigenlijk niet goed genoeg meer is. Je moet echt uitzonderlijke resultaten rapporteren. Daarnaast is het wel zo dat we zien dat er wat groeivertraging bij Unilever plaatsvindt. Dus dat ook daar misschien beleggers het bedrijf op afrekenen. We moeten wel rekening houden met het feit dat we vanochtend Chinese exportcijfers hadden die erg tegenvielen. Dus dat de beurs als geheel ook onder druk staat. Ja, en Unilever staat dan vandaag in de spotlight vanwege het feit dat zij met die omzetcijfers kwamen. Dus dat zorgt ervoor dat daar reacties op komen. Nou, als we echt door de bedrijven heen of door de cijfers heen kijken, dan zien we daar gewoon duidelijk een verschil tussen de verschillende divisies waar Unilever in actief is. We zagen met name dat homecare het wat moeilijk heeft. Dat heeft naar verwachting waarschijnlijk te maken ook onder andere in China, waar je ziet dat er veel voorraadafbouw is en waar ook de lokale producenten steeds meer eigenlijk schapruimte in de supermarkten voor zich opeisen. Wat een opvallende meevaller was bij Unilever, dat was het onderdeel refreshments, eigenlijk de verkoop van ijsjes. Het tweede kwartaal viel dat nog wat tegen, maar het derde kwartaal werd er gevreesd dat misschien de zomer niet goed genoeg was. En toch zagen we daar een flinke groei van zo'n plus 4%. Dus al met al een mixed bag van gemengde resultaten. Per saldo worden die niet zo goed ontvangen. Als je kijkt naar de concurrentie, dan zie je wel dat Unilever nog steeds beter presteert. En dat geeft het bedrijf eigenlijk ook aan. Hun benchmark, dat zijn toch de concurrenten. En ze willen gemiddeld genomen gewoon sterker groeien dan de concurrentie. En tot nu toe houden ze dat goed vol. Waarderingstechnisch is het wel zo dat Unilever gelijk aan de concurrentie redelijk hoog zit. Dat zien we natuurlijk op de hele markt wel terug. Met een koers-winstverhouding van ruim 20 is het wel een relatief duur aandeel voor een redelijk defensieve, saaie sector. Maar goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met het rentebeleid dat we rondom de wereld zien. En dan kan je maar beter in aandelen Unilever zitten, waar je bij wijze van spreken 3% dividendrendement per jaar op krijgt, dan het geld op de spaarrekening te laten staan. Dus wat dat betreft is die hoge waardering wel te verklaren. Maar dan moet het wel zo blijven zijn dat Unilever natuurlijk door blijft groeien. En daar worden nu toch wat vraagtekens bij gesteld. Zoals geconcludeerd, goede cijfers zijn simpelweg niet goed genoeg meer. En daardoor ligt die koers vandaag wat onder druk. Op de langere termijn denken wij wel dat Unilever goed onderliggend kan door blijven groeien. Wat heel erg belangrijk is, is dat we op een gegeven moment zien dat de volumes die gedraaid worden, dat die netjes op peil blijven. En dat ze in staat zullen blijven om de verhoogde prijzen door te blijven berekenen aan de klanten. Want dat zal uiteindelijk verder zorgen voor de omzetgroei van Unilever en uiteindelijk dus onderaan de streep ook de netto winst die door moet groeien.